Ik heb oorspronkelijk een heel raar vak, massapsychologie. Dat werd toen gedoseerd aan de universiteit hier om de hoek. En de laatste jaren ben ik vooral bezig geweest met de tegenhanger van de massa, namelijk de leider. Waarom worden sommige mensen uitverkoren tot leiderschap? Hoe groeien mensen naar die positie toe? En daar gaat het nieuwe boek over, Profiel van de Leider. En toen stuitte ik op een hele cluster van biologische kenmerken die bovengemiddeld vertegenwoordigd zijn onder de allerhoogste topleiders van onze wereld. Nou, ten eerste, dat weet u natuurlijk allemaal wel, maar het is veel erger dan u denkt. Mannen en vrouwen. Maar 5% van de topleiders in de wereld, 5 hooguit 6%, zijn vrouwen. Symmetrische gezichten worden gelezen door de andere partij als een indicator van goede genen. Goede genen. En die mensen met symmetrische gezichten hebben dus ook een voordeel in verkiezingen. Maar ook mensen met langwerpige gezichten. Want wij zien langwerpige gezichten intuïtief als competenter. Hoog voorhoofd, grote bol hersenen daarbovenop. Dan is er de stem. Er is onder CEO's onderzoek gedaan. Als je 20 hertz lagere stem hebt, verdien je 1 miljoen meer aan de top van Amerikaanse bedrijven. Je werkt ook bij een groter bedrijf en je werkt langer in die functie. En het blijkt dus dat wij iemand in ons hoofd hebben, een oervolgeling. En die oervolgeling heeft een beeld van de oerleider. En wij reageren op al die dingen, en dat heet in de evolutionaire psychologie kalp. Ik zat te denken om daar een kalp van te maken, het syndroom van kalp. En kalp is cognitive ancestral leader prototype. Dus er is een prototype leidersfiguur uit het stenen tijdperk die we allemaal in ons hoofd meedragen, waardoor we automatisch mannen, groter, met een diep stemgeluid, die niet met hun ogen knipperen en een symmetrisch gezicht hebben, die volgen we en die benoemen we en die kiezen we in het Witte Huis. Wonderbaarlijk anno 2015. Dank u wel. Dank u wel.